2022 was een jaar van grote gebeurtenissen en grote emoties. Een jaar van oorlog in Europa. De moedige woorden waarmee president Zelensky ons op 31 maart toesprak, echoen nog na. Zijn boodschap was luid en duidelijk. Vergeet ons niet. Ik citeer. Voor sommigen wordt het al routine die je geen aandacht meer geeft. De aandacht en de emoties van mensen blijven niet lang op hetzelfde gefocust. Als de situatie niet ten goede keert, gaan de mensen zich op iets anders richten. En dat we Oekraïne niet vergeten zijn, blijkt uit de vele debatten die we erover gevoerd hebben. Met die brute oorlog op de achtergrond voelden we ook grote zorgen en emoties in eigen land. Over stijgende prijzen in de winkel, de rijen bij de voedselbank, over de energierekening, maar ook over de toekomst van onze boeren. Letterlijk overal in ons land werd het stikstofdebat gevoerd. Op straten, snelwegen, maar helaas soms ook thuis voor de deur bij een bewindspersoon en bij Kamerleden. De grens tussen vrijheid van meningsuiting en intimidatie was af en toe flinterdun. Natuurlijk mag de maatschappelijke discussie stevig zijn, maar bedreiging of intimidatie zijn onacceptabel, omdat ze onze democratie raken. De cijfers spreken voor zich. Het aantal meldingen van opruiing en bedreiging van Kamerleden en bewindspersonen is dit jaar meer dan verdubbeld. Met helaas het grootste aandeel van de heer Wilders daarin. Meerdere collega's in de zaal kunnen hierover meepraten. Sommigen van u haken af van sociale media omdat het te gortig wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan mevrouw Van Ginneken, die ontzettend veel bagger over zich heen krijgt. We verliezen daardoor ook het contact en blijven vaker in onze eigen wereld. En dat is zonde, maar ook zo begrijpelijk, uit zelfbescherming. Helaas weerkaatste de keiharde toon soms ook in deze zaal. En dat wordt ook gehoord en gevoeld in het land. We hebben dit jaar dan ook moeten spreken over hoe we hier met elkaar omgaan. En ik ben ook blij dat we hier steeds meer aandacht voor hebben met elkaar. Het is goed om juist nu zelfbewust te zijn en onze eigen grenzen te stellen. En dat is een gezamenlijk proces waar we als Kamer in groeien. En ik zelf ook, geef ik echt toe. Tegelijkertijd gaat het in 98% van alle debatten goed. Mevrouw Leijten heeft dat ook een keer tegen mij aangegeven van de meerderheid van alle debatten gaat ook gewoon goed. En dat wil ik ook uitdrukkelijk gezegd hebben. Om al die debatten heen verseert u bergen werk bij het oplossen van problemen in ons land. In het luisteren naar zorgen van mensen en aan het maken van serieus beleid voor de toekomst. Nederland vormgeven met open vizier, gedreven door onze politieke visie op de maatschappij. Dat is wat we doen. En natuurlijk benadrukken we daarbij de verschillen. Maar er is ook ontzettend veel samenwerking. De verwarrende, brutalistische bouwstijl van dit panzerstreef Petra de Koning en NRC maakt die samenwerking overigens niet makkelijk. Maar als er één plek is waar je elkaar feilloos weet te vinden, dan is dat het hoekje naast de personeelsingang. Op die plek gaan politieke tegenstellingen letterlijk in rook op. En ik heb gehoord dat ze nu gaan vapen vanaf volgend jaar. En daar schold een vast clubje samen van links tot rechts. Ik zal geen namen noemen, maar u weet het denk ik wel. En dat clubje heeft menig amendement of motie een nieuw leven ingeblazen. Ook iets meer op de achtergrond was het werk van maar liefst 3 parlementaire enquêtes. Groningen, fraude, corona. En dat deze onderzoeken nodig zijn is natuurlijk niet een heel goed teken, maar het feit dat we het doen toont ook de kracht van de parlementaire controle. Een stuk zichtbaarder is uw luisterende oor in het land. Zo kocht de heer Wilders met de heer Beertema boodschappen voor mensen in financiële problemen en bezochten vele van uw boerenbedrijven. Ter Apel werd bezocht en mevrouw Den Haan had contact met mensen met een verborgen handicap. En daaruit is gegroeid de Sunflower, waar het de Tweede Kamer nu aan voldoet. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, dus ik doe zeker heel veel mensen tekort, maar een kleine selectie. Ja, dan maar helemaal. Hè. Maar goed, dan wordt het dan een hele lange, een lange toespraak. Mensen opzoeken en horen wat hen bezighoudt is heilzaam voor het debat. En zelfs als dat betekent dat we zelf onderwerp van kritiek zijn. En ook dat hoort bij het wezen van het parlement. Hier in de Kamer horen de zorgen en emoties uit het land de plek te krijgen. En dus mogen de vonken in het debat ook best van afvliegen, zolang het debat natuurlijk maar op de inhoud is. Zoals bijvoorbeeld tussen mevrouw Van der Plas en minister Van der Wol, als het ging over de pasmelders. En tussen mevrouw Simons en minister Jezilkus over de politie. En tussen mevrouw Matoeg en de heren Van Kent en de Jong. Ik vond dat eerlijk gezegd een heel mooi parlementair moment. En het bracht zelfs BNR, de podcaster, toe
om te zeggen, deze podcast gaat over een ode aan de twijfel. En ik vond dat mooi. Een mooi parlementair moment en ook heel blij dat de media ook aandacht besteedt aan zo'n mooi parlementair moment. Naast deze vonken werd er gelukkig ook regelmatig gelachen in dit huis. Volgens het radioprogramma De Nieuws BV klonk er dit jaar 82 lachsalvo's in de Kamer. Dat is gemiddeld 1 keer per vergaderweek. Ik kan me dat bijna niet geloven, want volgens mij is er bijna iedere dag wel valt er iets te lachen. Maar ik laat het aan u om te beoordelen of dat genoeg is. We sloten het jaar af met de pensioenwet. Het was qua impact, duur en veelzijdigheid in werkwijze ons grootste onderwerp. En zo werd een oud Kamerinstrument, dankzij de heer Omtzigt, afgestoft. De artikelgewijze behandeling. En dat is ook wel een mooi voorbeeld van slow politics, waardoor je echt de diepte met elkaar in kan gaan als het gaat over wetgeving. Het intensieve proces rond deze wet leidde vorige week tot een prachtig Twitterdraadje van de heer Kuzu. Gaat allemaal zien. Mooi positief voorbeeld van de samenwerking in zijn rol als commissievoorzitter. Een lofzang op onder andere de samenwerking in de Kamer. En hij eindigde: lang leven de parlementaire democratie. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik wil afsluiten met een serieuze noot over het cruciale werk achter de schermen. Over de nieuwjagers en de onderzoeksjournalisten die ons met argusogen volgen. Jullie zijn absoluut onmisbaar voor het parlementaire werk. Hoe vervelend dat rondvragen en ook dat rondhangen soms ook voor ons is. Maar ik denk nu vooral aan de Kamerorganisatie die ons werk iedere dag mogelijk maakt. Zonder jullie staat het parlement en onze democratie stil. En de laatste maanden zijn jullie niet in de koude kleren gaan zitten. Het debat ging ook over jullie. Helaas, zeg ik met een uitroepteken. Ik dank al mijn collega's uit het presidium voor wie het ook geen makkelijke periode was. En ik dank trouwens in bijzonder voor heel veel voorzitter van de afgelopen periode, mevrouw Kamminga en de heer Bosma. Het was een genoegen om u ook in actie te zien en het is fijn dat we dit met elkaar doen. Terugkomend op het vorige onderwerp. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we hier als Tweede Kamer sterker uitkomen. En dat zal zeker niet liggen aan de inzet van alle toegewijde mensen achter de schermen. Want ook toen het moeilijk was, hielden jullie de tent draaiende. En daarom wil ik alle collega's van de Kamerorganisatie heel hartelijk bedanken voor een enorme, enorme inzet dit jaar. Tot slot, nu is het eerst tijd voor een rustig reces. Ik wens u veel ontspanning met gezin, familie, vrienden. En ik zie u graag weer in het nieuwe jaar vol energie en gezondheid. Het gaat u goed en ik sluit de vergadering.